is vrijdagavond, je woont in de buurt en je heet Ricky van Wolfswinkel, dan kan je op Zoudenbal gaan kijken naar Jong FC Utrecht tegen Eindhoven. Dat kan, als je Utrecht een warm hart toedraagt, een garantie zijn voor succes. Kijk, hier is Mees Rijks met de 1-0. Vierde van het seizoen. Utrecht is succesvol op eigen veld, verloor daar nog niet. Sterker nog, is zelfs een beetje een reuzendoder. Maar er gingen grote ploegen onderuit. De Graafschap, Groningen. En Utrecht wint Eindhoven, dat vorige week zo knap Emmen versloeg. Ook nog eens terug. Hier een goede redding, noodzakelijk. Van de doelman van Eindhoven, Brondil. Utrecht dringt dus aan. Willem Wijs, de coach van Eindhoven, had ook gewaarschuwd. Laten we dit vooral niet onderschatten. 18 punten heeft de Jong FC Utrecht. Daarvan 2 buitenshuis en de rest hier gehaald. Dat was bleek. De kansen worden gemist door het elftal van Van Dinteren. Dan kan Utrecht hier defensief gaan optreden tegen Kutsju. Dat is een beetje de vormgever van Eindhoven. Ook hier wordt hij gevonden. Bal uiteindelijk in de handen van Gadelle. Weer Utrecht met Mees Rijks voor de goal. Maar wordt hij gevonden? Nee, want Bleek kiest voor eigen succes. En Brondil ligt dan in de weg. En zo blijft de marge klein. En Eindhoven kan wel omgaan met achterstanden. Stond tegen Emmen in de 88e minuut nog maar 2-1 achter. Het werd uiteindelijk 3-2 voor de Brabanders. Hier gaat hij er niet in. En daar is Simons met een wat wilde trap. De kansen zijn er. Garden had hier de 1-1 toch echt op de schoen. Eindhoven wordt wel iets sterker. En hier niet zo'n hele handige verdedigende actie. Garden wordt daar bij de armen gepakt door Niel Vierek. En dan kan de scheidsrechter Verrijken niets doen dan deze man die overkwam van Jong Ajax de rode kaart geven. Het contact is er. En de bal gaat ook nog eens op de stip natuurlijk. Amee voor. 2 penalties al gescoord. Dit seizoen nummer 3 komt er niet. Niet zo heel sterk ingeschoten door de aanvoerder. Gadelle heeft die bal goed te pakken. Kutsju dan met een vrije trap. En een prima kopbal. Daar is dan de gelijkmaker toch. Het is een minuut later. Het is Doornbos die deze afgemeten voorzet langs de Utrecht goalie kopt. En Eindhoven heeft dan zijn verdiende gelijkmaker toch te pakken. Hier is Simons. Het geeft het elftal van Wijs ook vleugels. Deze is hard vooral. Weer Simons. Rotier is voor de goal. Maar Kutsju is daar ook. Nou, Simons dan. De redding is goed. Dan gaat Della. Maar Eindhoven drukt steeds meer en meer. Jong FC Utrecht terug rond de eigen 16. Dit is een goede bal. Zeg, hier is Rotier. 5 al gemaakt dit seizoen. Het is snel draaien en handelen. Hij gaat er niet in. Eindhoven boekte in 2021 hier zijn grootste uitoverwinning ooit. Een zwaaiertje van Kutsju. Toen werd het 6-0. Grote man was toen ook Joey Slegers. Nu bankzitter. Het schot van Simons naast Kutsju. Veel aanspeelbaar. Gangmaker ook van dit elftal. En daar is Rotier en daar is Rotier. En daar krijgt Utrecht de bal niet weg. Het is zijn 6e van het seizoen. Daarmee promoveert hij zichzelf ook tot clubtopscorer. Hij wil dat best even vieren met de supporters daar. Kijk, hier is het verdedigende werk van Mees Rijks niet voortreffelijk. En is het eigenlijk een koud kunstje om de goal te maken. Eindhoven dus van een achterstand nu op een voorsprong. Voorsprong die ze snel willen uitbreiden. Joey Slegers, ook wel eens de Messi van de Aalster weggenoemd. Simons vindt hem, hij is ingevallen en is ook direct trefzeker. Het is 1-3. Het kan een hele rare avond worden voor het elftal van Dinteren. Dat is hier thuis altijd de boel bij elkaar hield. Maar nu helemaal stuk gespeeld wordt. Hier weer door Amee Voor.
Er staat dan ineens geen maat meer op. Denk aan die 0-6 van 2 jaar geleden. Komt dat dan ook weer in de buurt? Nou, mijn voor heeft dan ook van zijn revanche. De gemiste penalty. Mees Rijks maakt. Ja, met alleen nog de extra tijd. De stand wel wat draaglijker hier. Zijn tweede in deze wedstrijd. Rotier. Extra tijd loopt natuurlijk al dik. Nog maar eens een keer voorzetten. Daar is Kutju. En daar wordt de bal achter de lijn. Door Gadella gekeerd. Scheidsrechter is duidelijk. Wijst naar het midden. Het is de vijfde. Eerste nederlaag voor Jong FC Utrecht. 5-2 tegen Eindhoven.